benzine en dan gaan we weer alles weer als het echt niet gaat. Maar goed. We are back in town hier, George Brown. En met een speciale gast, Leo Rehwaard, komt zo aan het woord. Dank jullie wel allemaal voor het luisteren. En als je per ongeluk eruit wordt geknikkerd, dan betekent dat we ontzettend veel luisteraars hebben. Dat kan je helaas niet altijd handelen. Neem ons dat niet kwalijk. En het programma wordt opgenomen. Dus dan van de interview met Leo Rehwaard, de frontline van Molukou voor Molukou. Dus dan kun je altijd op de site van Molukou voor Molukou het programma nog naluisteren als je wilt. En met een speciale gast, Leo Rehwaard, die komt zo aan het woord. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maakt niet uit. Ik ga gewoon Leo in de uitzending brengen. Leo, goedemorgen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zoals zijn alle luisteraars in Nederland, maar ook in Indonesië. Want we weten allemaal dat we veel luisteraars hebben van Amnet Basudara Gandong in Indonesië. Ik verwelkom hun ook. Dankjewel, alleen nogmaals goedemiddag. Het ging even wat technische dingen, gingen wat vanaf aan vragen. Maar goed, maakt niet uit. Dat gebeurt. We zijn in de uitzending. Goedemiddag nogmaals. Ja, goedemiddag. Hey Leo, allereerst natuurlijk onze condolences namens het team van Radio CBA7 voor Rudy de Belio, jullie ambassadeur van Molukou voor Molukou, voor zijn vrouw. Ja. Francine de Belio, hè? Ja, dat goed zegt. Nou ja, we hebben Molukou voor Molukou werkt met ambassadeurs. Een daarvan is, de allereerste was trouwens Oussissa Letson uit de Reizen. En ja. Die mag zeker niet vergeten worden, die heeft helaas afgelopen donderdag of woensdag heeft ze haar broer weg moeten brengen, John Letsoen. Als ik me niet vergis uit Arnhem. Ik wil ook de familie Letsoen en al hun nabestaanden, mijn condolences alsnog op radio aan hun uitbrengen. En een van de andere ambassadeurs is Ruud de Kweltjoe. En die heeft jammer genoeg zijn vrouw verloren en afgelopen vrijdag begraven. En dat geldt ook voor de familie de Kweltjoe en ook voor de familie van Oussissin, Francine, van haar kant. En alle nabestaanden willen we hun ook nogmaals condoleren. Maar het leven bestaat uit een lach en een traan. Ik wil vandaag ook feliciteren, dat is onze laatste ambassadeur die is toegevoegd aan ons netwerk Molukou voor Molukou. En dat is Kees Somers. En die is vandaag jarig, dus dat is het leven. De ene keer condoleer je iemand anders en de andere keer feliciteer je hem. En bij deze mijn felicitaties voor Kees Somers. Nou ja, iedereen kent hem, want hij was op één vandaag en Kees Somers is toch een drijvende kracht in de strijd tegenover de film. De Oost en ga zo maar door het meerjarenonderzoek. Maar daar komen we zo meteen op terug. Ja, ik wou net zeggen. Want hoe gaat het voor de rest met Molukou voor Molukou? Wat zijn de ontwikkelingen van de laatste tijd? Nou ja, we zijn natuurlijk druk bezig om het knieldossier op te lossen met advocatencollectief en netwerken achter de schermen. En het enige wat ik kan zeggen is dat we gezamenlijk, in goede harmonie, stevenen op een mogelijk goed resultaat. Maar daar kan ik nog niet veel over zeggen op dit moment. Dus dat ziet er goed uit. Dat ziet er goed uit. Maar ja, goed. Parallel loopt in dit verhaal. Kijk, het gaat ons niet alleen om het geld, hè. Tuurlijk, dat is belangrijk. Tuurlijk, dat is belangrijk. Want genoegdoening of erkenning en waardering moet je binnenhalen voor onze eerste generatie of vaders en moeders in zijn geheel. In het hele pakketje moet naar binnen getrokken worden.
Maar daar zit bij in gesloten. Dat is een andere eigenlijk is dat een gevecht geworden. En dat is hun eer en reputatie staat op het spel. En het kan niet zo zijn dat we alleen voor het geld gaan. Stel dat we die financiële genoegdoening en het hele pakketje binnen gaan slepen met Maluku voor Maluku, dan mag het niet zo zijn dat ze volgend jaar ook gelijk aangemerkt worden als oorlogsmisdadigers. Ja, want daar wil ik het met je over hebben, want er is nog wat te doen, hè, over de film De Oost, die eigenlijk dit jaar eigenlijk zou in de bioscoop zou te zien zijn, maar in verband met de coronacrisis wordt daar gezegd dat wordt naar volgend jaar. Ja, dat wordt zeker gezegd. Ja, precies. Daar moet ik om lachen. Hey, maar wat, soms even hebben over die trailer, want ik heb hem namelijk ook gezien, maar wil jij er wat over vertellen? Nou, na 4 mei, toen wij als delegatie van Maluku voor Maluku, je weet er alles van, naar de Dam zijn gegaan en daar ook een soort herdenking en eerbetoon aan de knielabonnees, oftewel de eerste generatie, hebben gegeven, kwam ik thuis en ik werd wakker op 5 mei, bevrijdingsdag, en tot mijn verbazing zag ik een trailer van de film De Oost. Wij wisten allemaal, of achter de schermen wisten we dat die zou komen. Maar ja, ik ben echt me doodgeschrokken wat ik in die ene minuut trailer zag. En wat zag ik daar? Ik zag daar de korps speciale troepen onder leiding van kapitein Westling. En dat verhaal speelt zich af in Zuid-Slebes of Slebes. Zag ik ze allemaal afgebeeld in SS-uniformen. En dat was zwarte uniformen, maar als je goed de trailer gaat kijken, zie je zelfs dat ze zwarte SS-laarzen droegen in de tropen. En ik heb die clip of die trailer vaker gezien. En dan zie ik in één keer een kapitein op een jeep aankomen. Dat moet dan kapitein Westling voorstellen, ook in het SS-zwart. En in één keer krijgt kapitein Raymond Westling een snorretje opgeplakt. Ja, ik heb toen alarm geslagen achter de schermen bij Defensie. Al mijn netwerken bij Defensie heb ik een mail gestuurd. Heb ik hun daarop gewezen dat dit totaal fout is, de beeldvorming. En ik moest natuurlijk rust bewaren, want zeggen ja, we gaan het uitzoeken. Nou, ik wist het antwoord al. Daar is toen contact opgezocht met militaire historici die bij Defensie zijn verbonden. Brombeek is geïnformeerd en hebben ze de vraag gesteld van oké, ten eerste waren daar Nederlands militair operatief in een zwart uniform. Nou, dat was dus niet zo, dus dat werd heel snel bevestigd. En in de militaire historie waren de SS de enige zwarte uniform die de zwarte uniformen droegen in die periode. En toen hebben ze ook al het beeldmateriaal uitgezocht en opgezocht van kapitein Raymond Westling. En daar is geen enkel foto of beeld te vinden in het archief dat hij in Nederlands-Indië zo'n snorretje droeg. En ja, dan denk ik van ja, waar zijn we allemaal mee bezig? En toen kreeg. Waarom zouden we dat zo uitbeelden, denk jij? Want daar zit nou, allemaal gedachten achter, zijn. Ja. Als ik even uit mag praten. Vlak daarna zocht ik uit de lettertype. En op mijn Facebook kan je ook zien. Ik toon ook gewoon aan dat het lettertype die in de Oost wordt gebruikt, die stamt ook uit de nazi-tijd, hè? Die stamt nou uit de nazi-tijd. Ik ben nou het radio-interview aan het opnemen. En ik laat nu ook beelden zien met het bewijs. En ik ga dat ook op YouTube zetten. Kijk, en dan wordt het wel heel ernstig. Ik besef dat een filmmaker vrijheid heeft van film. Ik bedoel, daar ben ik ook voor. Alleen het ergste is, en dat wist ik, alleen moest nog bevestigd worden, is dat de film gebruikt gaat worden in een lesprogramma. Ja, en dan zeg ik van ho, dat kan helemaal niet.
Want het mag toch niet zo zijn. Kijk, voor de Molukse samenleving, nou praat ik puur over de Molukse samenleving, hè. Maar voor de Molukse samenleving mag toch niet zo zijn dat eindelijk onze vaders, grootvaders, overgrootvaders in een lesprogramma worden gegoten volgend jaar in 2021. En dan worden onze kinderen, kleinkinderen en hun klasgenoten geleerd dat zij oorlogsmisdadigers zijn. Wat men niet moet vergeten, men richt zich nu allemaal op één persoon, dat is kapitein Westerling. Maar als we praten over de Zuidse Leebes-affaire, ja, zo wordt het dan genoemd. Als je daarover praat, dan praat je over de eerste manschappen die onder kapitein Raymond Westerling dienden. En de percentage Ambonezen, zoals ze toen werden genoemd, oftewel Molukkers, is sowieso 85-90%. Dus als je kapitein Westerling bewust wil beschadigen en ook onterecht wil beschadigen, dan beschadig je ook de Molukse veteranen, de Ambonezen. En het is gewoon heel triest dat in 2021, mind you, 2021, alleen iedereen vergeet dat, is dat voor de Molukse samenleving een historisch jaar. Want volgend jaar is het 70 jaar geleden dat de knielambonezen of de Molukse veteranen met hun vrouwen en gezinnen, sommigen waren vrijgezel, voor maximaal 6 maanden naar Nederland kwamen op militair dienstbevel. En dat gaan wij herdenken met z'n allen op bepaalde momenten. En gelijktijdig wordt op de Nederlandse middelbare scholen verteld dat de Molukse samenleving in Nederland bestaat of is ontstaan uit oorlogsmisdadigers. Ja, dat kunnen wij als Maluku voor Maluku, maar ook als Molukse samenleving niet gaan pikken. Never, ja. Nooit niet. En daarom ben ik ook zo woest. Kijk, je moet verbanden kunnen zien, maar je moet ook door kunnen denken. Wij kunnen dit niet toelaten als wij volgend jaar, 70 jaar na dato, de transporten, oftewel de militair dienstbevel voor maximaal 6 maanden hierheen te komen. Want ja, hoeveel ellende is daar uit ontstaan? Ik had even nog een vraagje tussendoor, Leo. Want je hebt niet ontvallen ook dat ze van het filmmateriaal, dat ze dan ook een gedeelte gebruiken om het in lesboeken misschien dit jaar nog te laten doen plaatsvinden op scholen? Ja, nou. Ja? Nou lees ik in Trouw, een stukje daarvan, wat ik dan gezien heb en gelezen heb, ja? Is dat het Koninklijk Instituut van Taal, Land en Volkenkunde, afgekort KITLF, ja? Is betrokken bij het grootschalig onderzoek, ja? Naar de geschiedenisperiode waarop dus de film over gaat. En dan, ja, zegt die directeur Gert Oost-Indië, die bevestigt dan dat medewerkers van zijn instituut door de makers geraakt bij zijn. Ja. En dan zegt hij ook, omdat hij dat vertrouwen had in de brede opzet en de bedoelingen van de makers, ja, dan moest hij nu ook plaats in het comité van aanbeveling van een film en het, ja, bijbehorende lespakket. Maar zegt hij dan erbij, we dragen geen verantwoordelijkheid voor, maar wat is dat dan voor flauwekul van die duik? Ik bedoel, want je gaat daar wel meewerken. Dus dat snap ik dan even niet. Nou, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, ik heb op mijn, volgens mij op mijn LinkedIn gezegd en op mijn Instagram. Kijk, ik ben iemand die in beelden en verhalen de zaak probeert te verdedigen, maar ook uit te leggen. Kijk, die mensen praten allemaal academische taal. Nou ja, goed. Ik zou het wel kunnen, maar ik wil het niet, want ik wil dat iedereen mijn boodschap verstaat. En mijn antwoord heb ik gegeven op Instagram en LinkedIn. Het is hetzelfde als jij de deur openzet voor, van een peuterschool voor een pedofiel. Ja. En dan ga je, en dan gaat een pedofiel daar te werk. En dan ga je zeggen, ja, ik heb de deur wel opengezet, maar ik ben niet verantwoordelijk. Want ja, ik sesseer misschien een beetje, maar goed, zo is het wel, hè? Zo, ja, is het wel. En, wel nee, maar goed, als ze zeggen, wij zijn niet verantwoordelijk. Ja. Ja.
waarom blijf jij nog met je logo op de website dewereldvandeoost.nl staan? En ze kunnen ook wel beweren dat ze niet financieel hebben geïnvesteerd. Maar kennis is ook een investering, hè? Kennis is ook een investering. En als jij zegt dat jij alles van alles goed op de hoogte bent en het hele dossier kent, dan heb jij, eigenlijk zeg jij, wij hebben het verkeerd gedaan, wij hebben verkeerde informatie gegeven. Wat hij allemaal zegt is een bewijs van onvermogen. Of mismanagement. Maar het klopt voor geen meter. Die academici die praten heel moeilijk, een heel lang verhaal. Maar je moet even naar de kern luisteren. Want ze zijn meesters in ontwijken en meesters in zand te gooien in onze ogen. Maar daar trap ik niet in, hè. Want als je zegt dat je niet verantwoordelijk bent en je bent er eigenlijk niet mee eens, want dat zegt hij ook, waarom sta je nog steeds in de lesboeken, want er komt het lesprogramma aan als comité van aanbeveling, waarom sta je nog steeds met je logo op de website dewereldvandeoost.nl? Die man spreekt zichzelf tegen. Actie gaan ondernemen, toch? Tegen de proberingen, hè? Om het niet in de Nederlandse boeken te krijgen. Dat het in ieder geval op scholen wordt geleverd. Nou kijk, de eerste stap die ik gedaan heb in deze kwestie is contact opzoeken met bioscoopketen Pathé. En daar heb ik e-mailverkeer opgestart. En mijn eis was bij bioscoopketen Pathé om een voorvertoning te krijgen voor de belanghebbenden, belangbehartigen. Behartigers, veteranen, noem maar op. En als die film slecht zou vallen, was mijn tweede eis, en dat zijn echt gewoon normale eisen, stel dat ze die film uit zouden zenden, dat er een tekst kwam voor de film en na de film. En die tekst moest in de trant zijn van, wanneer jullie deze film zien, dan komen de verwijzingen richting de Waffen-SS of de SS. Maar die verwijzingen, die mag men niet doortrekken naar Nederlandse militairen die daar hebben gediend in Nederlands-Indië. Van welke bevolkingsgroep dan ook. En ik vind ook dat de verwijzing naar kapitein Raymond Westerling ook genoemd moet worden. Je mag die conclusie niet naar kapitein Westerling trekken. En misschien ook na de film. Maar goed, dat waren de twee eisen. Bioscoopketen Pathé was niet blij met mijn mailverkeer. Maar ze snapten het wel, hoor. Okay. Dat moet ik ze wel nageven. Ze hadden er heel veel begrip voor. En ik kreeg ook een mail van hun dat zij als bioscoopketen voor filmvrijheid zijn, maar eigenlijk geen films wilde draaien mensen gaat kwetsen. En misschien ook, daar zit toch een soort, vind ik hoor, een soort opruiing tegenover een bevolkingsgroep die in Nederland is. Kijk, wat bevolkingsgroep betreft, men moet niet denken dat alleen de Molukse samenleving boos is. Wat men steeds vergeet in de discussie of in onderwerpen, is dat wanneer je praat over de Nederlandse maatschappij, dan zijn er, we ronden het even af, zijn er 2 miljoen Nederlandse staatsburgers die banden hebben of bloedbanden hebben met het voormalig Nederlands-Indië. En dan praat ik nog eens niet over de Nederlandse veteranen die daar hebben gediend en hun nabestaanden en hun families. Dus je praat, denk ik, totaliteit sowieso over 2,5 miljoen Nederlandse staatsburgers die je aan het beledigen bent en die woest zijn. Want als je de reacties op alle kanalen van social media gaat lezen, ja, mensen zijn echt woest tegenover
de filmmaker tegenover het zogenaamde meerjarenonderzoek. Maar vooral woest, dat is echt, dat staat boven kijf. Vooral woest dat die lesprogramma bij alle middelbare scholen kan belanden in december. Want ja, kijk, daar is nog even iets. We zitten in een ander historisch jaar, dat is 75 jaar vrijheid. En we gaan bloemen leggen waar veldslagen worden herdacht. Arnhem, noem maar op, Terneuzen, 4 mei. Natuurlijk, dat is ook voor het verzet, dat mag je niet vergeten. En de slachtoffers. Maar in het jaar van 75 jaar vrijheid, en dat is een heel belangrijk jaar, want we gaan het om 5 jaar herdenken. Nou, bij de 80 jaar herdenking leven die veteranen niet meer. Dat kan je bijna met zekerheid stellen. En dat plukje veteranen die nog leeft, die mogen toch niet het graf in gaan met de stempel dat je oorlogsmisdadiger bent. Ik vind dat... Laat dat even een stukje even afsluiten dan, Leo. Want jij hebt een aantal mooie muziek meegenomen. Ja. Je mag er zelf even wat over vertellen. Welke track wil je dat ik ga draaien? En zeg even waarom. Nou ja, de eerste track die draag ik aan de families De Kweldu en Let Zoon op. Maar ook aan alle families die hun familie de laatste tijd heeft verloren aan COVID of kanker of wat dan ook. En dat is een Molukse een psalm, christelijk lied. En dat is Sabar Tuhan Ada Sertamu. En dat heb ik gevonden op internet. En dat is een artiest, volgens mij uit Indonesië. En dat is Gilbert Imbiri. Ja, oké, okay, dan gaan we draaien. En dan spreek ik je zo. Oké. Sabar, sabar, Tuhan.
sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Dalam suka dukamu sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu, sabar dalam suka dukamu sabar, Tuhan ada sertamu, sabar. Tuhan adalah, hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. In uitzending, excuses dat het even hier misliep. Je hebt af en toe van zo'n dag, hè, dat het, maakt niet uit, we blijven gewoon positief. En Leo, welkom voor de tweede keer. Ja, ja. Radio CBS 7. Oké, ik ben even wat vergeten te vertellen. We hadden het over, over de Celebes, over Celebes en het optreden van Korps Speciale Troepen onder leiding van kapitein Raymond Westling. Wat men niet moet vergeten is dat is ook een ambassadeur van Moeloeken voor Moeloeken. Bouke Geersing heeft een dik boek gemaakt. Daar heeft hij gelegen onderzoek op gedaan over de militaire optreden van kapitein Raymond Westling in Celebes. En de grap is, hij hoorde van de film en hij heeft toen contact opgezocht met de producer en ook de regisseur, ene Jim Tai Hutu. En heeft hij hun gewezen dat hij ook documentatiemateriaal heeft. En hij was ook een boek aan het schrijven. En hij heeft hun eigenlijk getipt dat hij ook wel belangrijke bewijsmateriaal had. Voor dat verhaal, wanneer je dat in beeld wil brengen. En hij heeft ze ook gewaarschuwd dat ze, dat ze moesten opletten dat ze niet een verkeerde beeldvorming van kapitein Westling en heel veel abonnezen moest neerzetten. Kijk, het verhaal kapitein Westling is gewoon heel simpel. Dat was oorlogstoestand, een noodtoestand. En daar wordt er ook wel in de interviews gezegd, dat hoor ik dan.
ja, heeft toegegeven dat hij strafrechtelijke executies heeft gepleegd. Nou, dat is fijn. Want, het is niet fijn. Dat is fijn, want... Dat feit is dat bewust. Nou ja, ja, tuurlijk is dat een feit. Maar ja, goed, ten eerste, wanneer je oorlog voert, zijn er altijd excessen. Maar dat doen alle partijen en dat zie ik niet terug in het meerjarenonderzoek. Maar met betrekking op de standrechtelijke executies die uitgevoerd zijn, dat was kapitein Westlang had carte blanche en binnen die carte blanche en oorlogs- of militair recht bestond toen standrechtelijke executies. Die bestaan nu niet meer, maar toen wel. En het is, dan is het heel makkelijk oordelen en veroordelen 70 of 75 jaar na dato. Dat is heel gek. Ik bedoel, als je 20 jaar geleden ging op kraamvisite, lag er een baby in de huiskamer en zat iedereen gezellig te roken. En sigaren te roken zelfs. Ja. Ja. Maar ja, dat gebeurt nu niet meer. Dat is not done. In de tijd was het tussen aan is normaal, zeg maar. Dat wil je eigenlijk een beetje, hè? Dus, nou ja, het was... Tijdsgeest en dat... Nee, kapitein Raymond Westerling heeft zich gehouden aan het militair recht. Ja? En of je dat nou leuk vindt of niet leuk vindt, 70 jaar na dato, ja, die man heeft gehandeld volgens het Nederlandse staatsrecht. Dus dan kan je niet zeggen van, ja, hij is oorlogsmisdadiger. Dat kan niet, want hij heeft gewoon gebruik gemaakt van het oorlogsrecht. En dat valt binnen de Nederlandse wetgeving toen. Toen, ja, ik bedoel, vroeger mocht je op een brommer zonder valhelm. Nu, als je dat nu flikt, krijg je een bekeuring. Ja, ik bedoel, waar gaat het over? En ik heb dat natuurlijk gevolgd al jaren geleden. En we moeten niet vergeten dat de Indonesische economie, die ging omhoog. Ging omhoog. Ze werden zelfs een OPEC-staatslid. Zij produceren olie. En Nederland wilde natuurlijk heel veel handel drijven. Nou, in één keer ontstonden de wilde verhalen van oorlogsmisdaden. Nou, maar moet dat wel zien. Je moet met een helikopterview over die onzinverhalen gaan cirkelen. En dan zie je ook de Nederlandse staat financiële belangen tellen gewoon heel hoog in de Nederlandse politiek. Het is jammer dat je dat moet concluderen, maar dat is zo. Dat is zo. Zie maar daar de MH17. Ja, ik vind dat gewoon een schertsvertoning. Ja. Die mensen worden nooit veroordeeld. Ze worden ook nooit in Nederlandse gevangenis of West-Europese gevangenis gezet. Want de handel met Rusland moet zeer binnenkort hersteld worden. Maar er zitten toch allemaal politieke belangen, dus ook in deze zaak, zeg maar, toch? Waar we het ook over hebben. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, volgens mij was dat generaal Spoor, die had een gezegde van, ja, als de nood hoog is, dan wendt men zich tot God en Jan Soldaat. Ik weet niet meer precies hoe het loopt, maar als de vrede is, dan verlaat men God en verguist men Jan Soldaat. En dat zie je hier ook. Dat zie je hier ook. Ik bedoel, als er oorlog uitbreekt, zijn de kerken vol. Zijn de militaire CQ-veteranen de helden. Maar 5 jaar later zijn de kerken leeg en de militairen worden verguisd. Ik bedoel, ja, in oorlog gebeuren dingen die niemand wil. Een militair die wil eigenlijk niet in oorlog. Die wil een oorlog voorkomen. Maar als je er belandt, ja, dan is het hij of ik. En één ding, iedere militair wil naar huis. Dus het wordt hij. Ja. Ja, zo simpel is het gewoon. Zo simpel.
Leon, ik heb nog een vraagje. Ik lees ook trouwens nog even tussendoor dat de wetenschappers die het gebruik van extreem geweld tijdens de decolonisatie onder in de meeste onderzoeken krijgen steeds vaker harde en soms persoonlijke aanvallen te verduren. En de drie uitvoerende instituten van het onderzoeksprogramma maken zich daar zorgen over zorgen. Ze zeggen bijvoorbeeld: de laatste tijd signaleren we een tendens de wetenschappelijke en persoonlijke integriteit van onderzoekers in het programma als geheel in twijfel trekken. Dit vinden we een zorgelijke ontwikkeling. En daarmee wordt een grens onbeschreven, zeggen ze dan. En dan zeggen ze dat het debat over de decolonisatietijd ontspoort. Zegt dan die directeur van Nieuwland. Ja, Frank van Vree. Ja, klopt. Ja, ja. En dan zegt hij ook bijvoorbeeld: wetenschappelijke onderzoekers worden in allerlei uitingen, NSB'ers, landverraders, racisten genoemd. Ja. Jij gaat een discussie toe, zegt hij dan, maar dit gaat ruim over de grens van een goed inhoudelijk debat. Ja, nou, wat vind je ervan dat je dat zo zegt, dat hij dat zo zegt? Nou, hij doelt op de uitspraken van mijn persoon. Ja, ik moet er gewoon om lachen. En ten eerste, als hij zegt dat het debat is ontspoord rondom het onderzoek. Nou, goed, dan, dan moet je denk ik ook het onderzoek stoppen. Zo simpel is dat. En daarnaast, de onderzoekers wensen geen inbreng hebben van bijvoorbeeld Bouke Geersing, die het boek Kapitein Westerling heeft geschreven. En waarin hij aantoont dat toen Westerling en zijn manschappen van Celebes weggingen, dat ze een feest aangeboden kregen van de bevolking. En dat kapitein Raymond Westerling zijn groene beret daar heeft achtergelaten met de wens dat, ze, dat, dat de bevolking daar kon voortleven in de lijn waarvoor zij daar hebben gediend en gevochten. Maar Geersing wil dat boek in dat onderzoek hebben. Gaat niet gebeuren. Ja, dat moet je aan hun vragen. Nou ja, ik weet het wel. Kijk, het is een literair onderzoek. Dus zij hebben lectuur. Het is een lectuuronderzoek. Dus zij hebben hun eigen boeken. En vanuit hun eigen boeken en inzichten, ja, en ook politieke voorkeuren en gedachtes, komen zij met een einduitslag. Nou, als jij bijvoorbeeld het boek van Geersing niet daarin wil doen, dan kleur jij dat onderzoek, ben je aan het inkleuren naar je eigen inzichten en politiek. Maar we hadden het net over een andere ambassadeur, dat was Kees Somers. Kees Somers heeft met, dat is ook een militair historisch, een oud officier, dat is Anne Tsepkema. Die hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar het bloedbad van Pesing. Dat hebben ze aangeboden, want dat bloedbad blijkt niet een bloedbad te zijn. En er hebben twee militair historici hebben daar een onderzoek op gedaan. Ze willen dat aanreiken aan het meerjarenonderzoek onder leiding van de NIOT, van Frank van Vree. En die zegt: nee hoor, wij bepalen wat we in dat onderzoek doen. Maar als je een onderzoek doet, dat doet ook de politie, maar dat doen ook journalisten, dan moet je hoor en wederhoor plegen. En dat doen ze niet. En met betrekking op de uitspraken die ik vooral doe, dat ik ze beschuldig van NSB-gedrag, dat is zo. Dat is zo. Want de NSB die verraden verzetstrijders, militaire acties, noem maar op. Die waren dus niet voor de Nederlandse militairen. En als jij een meerjarenonderzoek doet waar je 6 miljoen gemeenschapsgeld krijgt en je gaat bewust, echt bewust, rapporten en boeken van Nederlandse onderzoekers die gedegen onderzoek hebben gedaan, bewust ga je die boycotten, ja, dan ben je aan het heulen met de vijand. En de vijand is, kijk, ze hebben het allemaal over decolonisatie van de Indonesiërs. Ja, ik vind dat een grap. Ik vind dat een grap. Ik vind dat ook de grootste fout in het hele onderzoek. Historisch gezien al. Want over wie praat je dan? Je praat over de Javanen die hulden met de Japanners. Je praat niet over de mensen op Celebes. Je praat niet over de mensen op Timor.
Je praat niet over de mensen op Papua Nieuw-Guinea. Je praat helemaal niet over de Molukkers. Dus wiens decolonisatie was dat? En let op, wat is daar eigenlijk gebeurd? Daar is een recolonisatie, heeft daar plaatsgevonden. De Javaan heeft opnieuw een kolonisatie gedaan. Op de Molukken, op Timor, op Atje, op Celebes, noem maar op. Want heel veel volkeren, die zijn helemaal niet Senang, niet Senang. Ze zijn woest dat ze onder een nieuw regime zijn gekomen. En dat is van Java. Dus als je praat over decolonisatie, praat je dan ook over decolonisatie van Papua Nieuw-Guinea, of van Timor, of van de Molukken? Noem maar op. Er zijn nog een paar eilanden of volken die helemaal niet in de Republiek Indonesië wilden zijn. Kijk, we praten over... Ze wilden... Ze wilde in de Republiek of in de Verenigde Naties van Indonesië belanden. Dat is ook gebeurd. Kijk, die flauwekul dat Indonesië is ontstaan op 17 augustus 1945. Dat is kwats, dat is gewoon flauwekul. Hoezo? Ja, dat werd uitgeroepen, Indonesië. Nou, had hij niet uitgeroepen, was hij doodgeschoten. Dat is gewoon... Ja, is dat de reden, Rieke? Ja, wie was die man dan weer? Suharto. Suharto. Nou, ik ben het even kwijt, maar in ieder geval... Ja, Sukarno en Hatta, die werden gegijzeld, hè, door de Pemudas. En toen moesten ze het uitroepen, anders waren ze doodgeschoten. Ja, niemand praat daarover. Zelfs de NIOT en die anderen... die het onderzoek leidt, die wil ons doen geloven dat Nederlandse militairen daar niet heen had moeten sturen. Maar hoe zie je... Waarom werd het uitgeroepen dan op 17 augustus? Wat was dan de reden, denk jij? Nee, kijk, er was een machtsvacuum, hè. Er was een machtsvacuum. Kijk, de Japanners gaven zich over... En de knielmensen die zaten, het maakt niks uit waar je vandaan kwam, maar de kniel die zaten nog in de Jappenkampen. Te werken aan de Birma spoorlijn. En die moesten nog terugkomen. Het Nederlands leger stond nog niet op poten, dat was gewoon een machtsvacuum. Maar goed, die machtsvacuum geldt ook voor de zogenaamde Republiek Indonesië. Want je kan wel iets uitroepen. Maar heb je een regeringsgebouw? Heb je een wetgeving? Heb je een leger? Heb je politie? Ze hadden helemaal niks. En als je dat dan gaat zeggen... Ja, toen ontstond de republiek. Nou ja, hallo, we hebben het gehad, het kalifaat. Die gasten riepen ook van de IS. Ja, dit is nu het kalifaat. Ja, en verder? En verder hadden ze niks. Dus die hele uitroeping stelde helemaal gereed voor. En men moet zich vasthouden, historisch gezien... Aan 27 december 1949. Toen is er een overdracht geweest, officieel. Is ook erkend door de internationale wereld. En die is ondertekend door Hatta en de redelijk kersverse koningin Juliana. En daar moeten we aan vasthouden. En nou ja, goed. Ik snap niet dat ze ons op een verkeerde... Waarom houden ze dan vast aan 17 augustus 1945? Wat is dat dan? Ja, kijk. Is dat politiek iets of is het... Ja, tuurlijk. Kijk, als je die zogenaamde historici die aan hun kant gaat analyseren, dan zie je hun politieke voorkeuren. En dan zie je dat ze zelfs Black Lives Matter omarmen. En als je Black Lives Matter omarmt. Dan moet je wel één ding onthouden. Black Lives Matter is erop uit om de Nederlandse maatschappij te ontwrichten met leugens. Ik ben natuurlijk voor het bestrijden van racisme. Ja, natuurlijk. Maar Black Lives Matter is... Nee, dat is...
Nou, dat is een heel totaal ander verhaal. Ik bedoel, we hebben nou ook Nederlandse luisteraars. Ja, ik ga weigeren om mijn Nederlandse buurman of sportvriend in één keer te gaan bestempelen als witte Hollander. Daar gaat nergens meer over. Daar gaat echt nergens meer over. Maar die mensen zitten in die hoek. Ja, en ja, waarom doen ze dat? Ja, als je het aan mij vraagt, is ze zijn gewoon extreem links. Ik heb ook wel eens gezegd, ja, ze zitten in de Amsterdamse school. Nou ja, ik hou van Amsterdam, maar Amsterdam is toch wel doorspekt met anti-politie, anti-leger, noem maar op. Noem maar op. En dat geluid is daar heel sterk. Ik wil niet alle Amsterdammers beledigen, maar de meesten snappen wel wat ik bedoel. Ja, ik bedoel. Ja. Ja, als die Frank van Vree het ziet als persoonlijke aanval of als smaad en laster, dat ik hem bestempel van NSB-gedrag, dan moet hij maar even aangifte gaan doen. En dan wil ik hem heel graag ontmoeten in de rechtbank. Want dan ga ik het even uitleggen. Heb je wel gelezen dat hij dat waarschijnlijk niet gaat doen of zo? Nou, waarom niet? Waarom niet? Maar waarom zou hij niet jullie gewoon uitnodigen voor een gesprek? Want is dat ooit gebeurd? Want dat is toch wel raar eigenlijk, hè? Als je dan een onderzoek doet, dan betrek je alleen maar de tussen aanstekens onderzoekspartij. Heeft hij dan toegeschoven gekregen, instituten. Ja. Maar waarom worden jullie dan niet bijvoorbeeld als zijnde woordvoerder voor de Molukse samenleving worden bijgeroepen? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Wij als Moeroeken hebben begin dit jaar, volgens mij begin februari, ik weet datum niet precies meer, maar dat staat ook op hun website, hebben wij een open brief gestuurd. Ja. En met de stellingname dat Moeroeken voor Moeroeken de enige belangenbehartiger is en ook verdediger is in het knieldossier. En dat wij volmachten hebben, ik mag het aantal niet noemen, want ja, je hebt met die privacywetgeving te maken. Maar zeker van honderden, echt wel honderden, Molukse families en nazaten van de knielabonnees in Nederland en in Indonesië. Kijk uit, en van Indonesië, volgens mij een stuk op. Ja, dat is ook meer dan 100. En hebben wij gevraagd om zitting te mogen nemen in het zogenaamde maatschappelijke klankbordgroep. Nou, dat is geweigerd. En waarom is het geweigerd, denk ik? Eerlijk, ze wil mij er niet bij hebben. Want ik. Op persoonlijke titel of van Moeroeken voor Moeroeken? Voor Moeroeken voor Moeroeken, ja, wij zijn toch de organisatie die de vuist op tafel durft te slaan. Kijk, ze hebben daar Moeroekse organisaties of personen zitten. Ja, ik noem ze. Je hebt knuffel Marokkanen, maar je hebt ook knuffel Molukkers, oftewel excuus-allochtonen. Nou, die zitten daar dan. Ron Habibu, zogenaamd historicus. Grace Tanemal, ex-Tweede Kamer, GroenLinks. Nou ja, daar heb je helemaal niks aan als je over veteranen praat. En wie heb je daar nog mee zitten? Rocco Tuutero, nu directeur van Pelita. Volgens mij ook Wim Manahutu. Ja, in ieder geval drie van de vier namen zeker. En misschien die vierde naam ook. Maar ik heb mijn informatiebronnen ook die daar aan die, in die klankbordgroep zitten. Maar ze zeggen helemaal niks, hè. Waarom zit je daar dan? Ja. En ik geef nog een motivatie dat wij daar moeten zitten. Want wat voor mandaat hebben zij dan van de knielabonnezen? Wat voor mandaat kan een van die personen aan mij, laten we zeggen, 100 handtekeningen laten zien, dat zij namens de knielveteranen die nog leven en hun families, nabestaanden of vrouwen, daar mogen zitten en mogen praten? Ja. Ik wil dan 100 handtekeningen zien, dan laat ik ook even een lijstje zien. Maar waarom zijn ze daar dan? En dan kan je wel zeggen, ja, Ron Habibu zegt tegen mij, ja, maar ik ben historicus, hè. Ik ga mijn rapporten en mijn onderzoeken ga ik inleveren. En voor de rest zeg ik niks, want ik ben wetenschapper. Weet je, dat kan wel zo zijn,
maar je bent ook Molukkers kind. Laat jij toe dat jouw vader of jouw oom op het graf een emmer met stront over zich heen krijgt en de stempel krijgt volgend jaar 70 jaar Molukkers in Nederland als oorlogsmisdadiger? Laat je dat toe of ga je je vuist op de tafel slaan, spreekwoordelijk? Oftewel, laat je stem horen. Dat doen ze niet. En de grap is, ze willen ons helemaal niet uitnodigen. En nu komt het. Maar wie gaan ze wel uitnodigen? Die rantebiel van Michael Verzeil. En die zegt, ja, mijn volk, mijn volk. En volgens mij ook Lara Nuberg, daar gaan ze ook mee communiceren. Mijn volk heeft jullie afslag. Hoe bedoel je? Wij komen uit dat deel van Azië. Je vader bepaalt waar je vandaan komt. Verzeil, Nuberg, dat zijn Nederlandse namen. Hoe bedoel je, welk volk? Waar heb je het over? Zij moeten mij de vraag beantwoorden wat jouw eerste voorouder daar deed. Ik heb het zo vaak geschreven, voedselpakketten uitdelen of gratis opereren? Nee, zij kwamen daar om het volk, waar dan ook, in Nederlands-Indië uit te buiten. Dus zij mogen wel spreektijd krijgen. En dan zegt Frank van Vree in de mail tegen mij, wordt ook nog ondertekend door Winnie Zorgdrager. Hoe de fuck is Winnie Zorgdrager? Volgens mij heeft zij die pedofiel van een Bennek beschermd. En was er mede verantwoordelijk voor 15.000 kilo verdwijnen van cocaïne in de IRT-affaire. Zij moet zich helemaal haar mond houden tegenover ons. Maar dan zegt ze, schrijven ze tegen mij, ja, we hebben eventjes met hun gepraat, maar we zijn niet uitgekomen, dus we hebben geen vervolggesprekken. Nou, als jij op internet gaat zoeken, dan is die Michael Verzeil daar geweest bij dat meerklankbordgroep en heeft die 1,5 uur tot 2 uur die gasten helemaal verrot gescholden. Verrot gescholden. Dus dat is niet eventjes praten, hoor. Ze denken zeker dat wij Molukse samenleving nog dom zijn. We zijn dom gehouden, dat klopt. Maar we zijn niet meer dom, hoor. We zijn ook niet meer zielig. We kunnen ook voor onszelf opkomen. Ja, dus allemaal. Daar wordt een spel gespeeld. Die moet je doorhebben. Die moet je doorhebben. Die moet je doorhebben. Anders trap je in een hele grove leugen. En wat niet mag gebeuren is dat onze vaders, grootvaders, voorouders de stempel krijgen dat ze oorlogsmisdadig zijn. Ja. Kijk, ze waren militair. Het was hij of ik. Dus jij schiet of je wordt beschoten. Dus ja. Of je kop gaat eraf. Dat gebeurt gewoon. Ja. Dat gebeurt gewoon. En als zij een militair opdracht krijgen, voeren zij uit. En je hebt nou, toen had je geen vakbond, hè? Nee. En je moest gewoon uitvoeren, anders was je landverrader en dan kon jij standrechtelijk tegen de muur gezet worden. Ja. Zo werd dat. We gaan even, als je het goed vindt, even weer de TV afsluiten met de volgende plaat. Ja. Wil ik samen met jou het derde gedeelte, het laatste gedeelte alweer. Ja. Maar dan ook even kijken wat jullie gaan doen nu ook bijvoorbeeld, weet je wel, de tegenactie te plegen. Ja. Voor het feit, hè, met het oorlogsmisdadigers of je ook contact hebt met de overheid. Maar dat maak ik nog even voor het derde gedeelte. Ja, is dat goed? Ja. Welke plaat wil je aanvragen? Laten draaien? Dat is de Oma Community Youth Choir, oftewel de Oma Jeugdkoor. En Oma is een plaats in Noord-Ierland. En dat waren de jeugd die ging, ja, ze moesten daar weer vrede met elkaar maken. En dat hebben ze ook gedaan door het oprichten van koren en sportvereniging. En dat nummer van hun is op Playing for Change beland, op de CD en DVD. Ik ben een heel grote fan van Playing for Change. En het is een nummer, Love Rescue Me, is geënt op Psalm 23. Oké, want ja. Ja.
many strangers have I met on the road to my regret. Many lost to see to find themselves in me. They ask me to reveal, though their thoughts they would conceal. I said, love. Ja, ja. Ik moet even het verhaal over die film afmaken. Ja. Ik heb dus contact gehad met Pathé, bioscoop Keten Pathé. Die hebben toen op een rem getrapt. En zij delen mijn mening. En toen hebben ze me doorgestuurd naar Splendid Film. Dat was de distributeur van de film. Ja. Want de film gaat dit jaar niet verschijnen. Want ze zeggen dat die 27 november uitkomt, maar dat gaat ook niet gebeuren. Hij wordt uitgesteld. Misschien zelfs helemaal niet verschijnen. Misschien helemaal niet in de bioscopen. Maar dat kan ik nog niet bevestigen. Maar de distributeur wilde daar ook niet in deze discussie belanden. En toen ben ik bij de producent beland. Dat is New Amsterdam Film Academy, als ik me niet vergis. En daar hebben wij contact mee gekregen en gehad. En wij wilden als Moeloeke voor Moeloeke, inclusief een vertegenwoordiger van onze advocatencollectief, Marco Ruperti van Kleding en Hamer Amsterdam, wilden met hen in gesprek gaan. Men kan ook lezen in de Algemeen Dagblad, volgens mij ook in de Trouw, dat zij beweerden dat zij al lang heel snel met ons in gesprek willen gaan. Ja. Nou, ik kan vertellen dat dat niet zo is. Ze zijn een stel struisvogels. Politiek hebben ze de afgelopen weken uitgevoerd richting ons. Ja, sorry, we hebben je mail niet gelezen, noem maar op, bla bla bla. Afgelopen week is er natuurlijk heel veel druk op hun gelegd.
als dit onderwerp breed uitgemeten gaat worden in de pers. Ik heb nu ook verzoek om met de Volkskrant te gaan praten. Dus de pers die wil toch ook wel de waarheid rondom deze film en meerjaaronderzoek krijgen en het educatief programma. Wat ik wel kan zeggen is dat, dan heb je een primeur, dat aanstaande woensdag om 16:30 een bespreking zal zijn in verband met de nieuwe coronamaatregelen. Zullen we maar met 4 man in bespreking gaan. Dat zal zijn, volgens mij, Sander Verdonk, de producer. Ja. En hij zal, hij zal iemand meenemen, wie weet ik niet. En ja, dat vind ik ook niet zo belangrijk. Namens Maluku van Maluku zal ik als frontman voorzitter aanwezig zijn. Inclusief Marco Ruperti, die behoort tot onze advocatencollectief en die is van Kleding en Hamer Amsterdam. En dat gaat gebeuren. Want wat ik opmerkelijk vond, wat jij net zei trouwens, dat het misschien die film helemaal niet, in ieder geval sowieso niet in de bioscopen vertoont. Weet je dat zeker? Of is dat misschien de angst. Kijk, we moeten even één ding onthouden. Het is een film van 2,5 uur. En met alle respect richting acteurs. Maar ja, het zijn geen topacteurs. Internationaal kent niemand ze. Kijk, internationaal hadden wij Rutger Hauer natuurlijk. Daar was ik een heel groot fan van. Maar dan praat je over Carice van Houten en Femke Janssen. Ja, kijk, als die namen ontbreken in zo'n film. Ja, die film. Ik denk dat die 4 weken, 6 weken in de bioscopen draait. En dan verdwijnt die weer. Maar ja, er is nou heel veel commotie om die film. Maar dat is interesse natuurlijk, hè? Nee, maar weet je wat het is? Kijk, nu ga ik een beetje te ver. Ik diep het nou een beetje. En ik wil het een beetje simpel houden voor de luisteraars. Maar het is een drietrapsraket. De meerjarenonderzoek, de film en die lesprogramma, die horen bij elkaar. Dat is 1 grote... samenwerkingsverband. Ze ontkennen het wel, maar het is samenwerkingsverband. En de grap is, de verdienmodel is niet de film. En ook niet het onderzoek. Ja, ze verdienen daar al aan. Want als ik me niet vergis, praat je over 12 miljoen subsidiegelden. Dus ze verdienen er al 3-4 jaar aan. Maar in het verdienmodel, in het lesprogramma, hebben ze zelfs. Ik wil het eigenlijk niet uit gaan diepen, want dat moet een andere keer. Maar in het verdienmodel is die lesprogramma, want je praat over hoeveel scholen? 600-700 scholen? Ja. Elk jaar nieuwe boeken? Als je gaat. Ik zit er te diep in om het in korte tijd uit te leggen. Maar er zit zelfs een muzieklabel aan verbonden. En een kledingmerk. Ja. Dus over de rug van Nederlandse militairen. Dus alle militairen, hallo, hoeveel mensen zijn er achtergebleven? Hoeveel erevelden zijn daar? Ja. En hoeveel mensen zijn niet begraven? Behalve dat gesprek wat jullie aankomende woensdag hebben, hebben jullie ook wat gedaan met de overheid? Jazeker. Kijk, ik bedoel, Maluku van Maluku is in de basis een veteranenorganisatie. Dat zijn wij gewoon. Specifiek geënt op de Molukse samenleving. Maar wij werken ook samen met andere veteranenverenigingen. Tuurlijk hebben wij contact gezocht met de minister van Defensie. Want ik ben van mening dat wij in gesprek hadden moeten gaan. Om onze strategie met elkaar af te stemmen. Want als je een veteraan aanvalt, dan val je ook het ministerie van Defensie aan. Ik heb minister Bijleveld een brief gestuurd. En gevraagd of wij in gesprek mochten gaan. Nou, dat wilde zij niet. En waarom niet? Ja, dat moet je haar navragen. Heb je daar geen reden voor gegeven dan?
Nou, ik vond het hele goedkope reden. Ik vind het wel heel jammer. Want kijk, ja. Nu, de ministerie van Defensie wordt toch wel overvallen. De grap is, ze hadden misschien mijn persnetwerk en mijn netwerk onderschat. Want nu word je overvallen. Het is wel zo dat ik voordat die persaanval kwam, ben ik wel bij de inspecteur-generaal der krijgsmacht geweest, Frank van Sprang in Hilversum. Ja. En heb ik toch verteld wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, dat moet je ook doen, want uit respect alleen al, maar ook omdat je toch samen hier, je wil dit niet hebben. Er is geen enkele militair die wil hebben dat onze vaders, grootvaders, maar het geldt ook voor de Nederlandse kant of Indische of Manado, noem maar op, dat die de stem krijgen dat ze oorlogsmisdadigers zijn. Maar je hebt nog wel contacten met het leger, hè? Heb je ook, hè? Dat had je me al eerder verteld. Ja, ja. Hoe staan zij er tegenover deze zaak? Daar is brede woede. Ja, ik bedoel, ik ga het nog niet vertellen, maar ik verwacht binnen enkele dagen een steunbetuiging vanuit sommige regimenten en korpsen. Maar goed, volg mij op Facebook of op Twitter, of Twitter ben ik @Rewaru of Instagram of LinkedIn. En dan kan men het lezen hoe breed steun wij hebben vanuit Defensie. Maar ja, de veteranenwereld, dat is natuurlijk sowieso. Het is, ze zijn allemaal wel boost. Alleen, ik moet wel jammer genoeg een kanttekening plaatsen. In de veteranenwereld wordt er over het algemeen, en dat vind ik heel jammer hoor, toch gesproken over de jonge veteraan. Dus de mannen die in Libanon zijn geweest, nou, ik ben er zelf ook geweest, of Srebrenica, of noem maar op. Eigen praatje, ja, zo voel ik dat hoor. In de veteranenwereld over een toch wel een vergeten groep. En dat geldt ook bij de overheid. Ik weet dat de veteranenombudsman, dat is dezelfde persoon als de nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, zelfs een opmerking heeft geplaatst richting Tweede Kamer. En twee opmerkingen. Eén opmerking was dat hij zich toch wel zorgen maakt over het feit dat familie en nabestaanden en veteranen uit Nederlands-Indië, waar wij ook toe behoren, dat zij bij hem klagen van de beeldvorming die er nu aankomt. Maar hij zelf concludeert ook dat de oude veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, Indië, dat die min of meer een onderschoven kind is. Ja. En dat kan wel zo zijn, maar wij als Molukken voor Molukken komen daar toch wel in opstand. En niet alleen voor de Molukse samenleving hoor. Ik schrijf heel vaak, dan krijg ik wel eens het verwijtje, je schrijft nooit over Manadoenezen of Timorezen of Nederlanders of Indo's. Nee, ik schrijf Kniel, Ambonezen en Wapenbroeders. Ja. Dus Wapenbroeders, dat is iedereen die met elkaar daar heeft gevochten tegen de vijand. Of vijanden. Want er was niet één vijand. Ze hadden 4-5 vijanden daar. Een soort kalifaat was daar. Ja. Maar goed, wij staan in contact met de wereld van veteranen. Dat is niet te ontkennen. Maar ja, dat is ook dwarsstreep Defensie. Ja. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat wij samen een front gaan vormen. En we hebben ook gelukkig heel veel contact onderling. Want het mag niet zo zijn dat Molukken voor Molukken alleen opkomt. Het moet, gecoördineerd worden, want anders komen we niet. En ik denk dat we
wel gaan komen. Ik bedoel, er wordt nou persverklaring gegeven van de meerjaaronderzoekers. Ja, ik moet daar gewoon om lachen. Ik bedoel, hoort die man Oost-Indië? Uh-huh. Ja, ik bedoel, wat voor uitspraken doe je? En Frank van Vree in Eén Vandaag. Ja, zwarte uniformen. Ja, ik heb geen idee. Hoe bedoel je, ik heb geen idee? Hallo, je bent niet de met alle respect, de toiletjuffrouw bij het NIOD. Je bent de directeur. Jij kan niet vertellen aan het Nederlandse volk wat de zwarte uniform betekent. Ach, houd toch op, man. Houd toch op, je bent directeur. En ik heb geen idee, zegt hij op Eén Vandaag. Zwarte uniform? Nee. Oh. Hoe bedoel je? Zeg gewoon dat het SS-uniformen zijn. Ja. Ze hebben in die trailer, en dan kan je wel zeggen, ja, het is maar 1 minuut. Ik zie genoeg. Ze dragen zelfs laarzen aan, SS-laarzen. Maar ja, hij zegt dan, ik heb het gelezen in een artikel, dan zegt hij ook van, ja, laat het van nou, is die film helemaal uitzien, dan laten we dan in gesprek gaan, zegt hij. Ja, ja. Dat zegt hij wel. Ja. Dat zegt hij dan, hè. Ja, dus zet de deur open van de peuterschool en laat die pedofiel te werk gaan. En daarna gaan we praten. Het waren ze geschiet, klopt inderdaad. Ja, maar wat zou je dan doen? Ga je dan wel toch op de uitnodigingen als hij dan jullie zou uitnodigen pas na de film? Wie bedoel je? Frank van Vree? Ja, Frank van Vree, ja. Klopt. Nee, heb ik helemaal geen zin in. Nee. Het heeft helemaal geen zin om met die mannen te praten. Ze, kijk, even één ding, hè. En dat is heel belangrijk. Goeie vraag van jou. Dat is heel belangrijk. Hoe kan jij een film klaar hebben liggen en een lesprogramma, ja, die heb je allemaal klaar liggen. Je kan in december al het lesprogramma bestellen als school. Kijk op de wereld van oost.nl. Maar die film en het lesprogramma, die is gebaseerd op de uitslag van het meerjarenonderzoek onder leiding van die NSB'er Frank van Vree van de NIOD. En ja, nee, maar wacht even. Dit is, je moet echt opletten. Dat je hebt toch een harde uitspraak. Ja, maar weet je wat hard is? Dat hij mijn vader als oorlogsmisdadiger gaat bestempelen. Dat vind ik harder. Ja. Dan heb ik ook de scheid aan hem. Hij gaat 70.000 Molukkers, ja, nazaten van Nederlandse veteranen, knielabonnees, die gaat die aanvallen. Hij moet niet zielig doen, want dat doen wij ook niet. Maar één ding, hè. De film is uit, het lesprogramma is gedrukt, die kan je bestellen. Maar is allemaal gebaseerd op het meerjarenonderzoek. Oftewel, dat meerjarenonderzoek, hè, die is ook al gedrukt. Het hele fucking rapport is al gedrukt, man. Ik bedoel, het is allemaal aan de kleding en het is oké. Okay. Ja, maar waarom moet ik dan met hun praten? Ja, dat snap ik. Ik bedoel, zij hebben uitingen gedaan. Wij bepalen het onderzoek, daar wordt geen punt of komma veranderd. Waarom moet ik met hun praten dan? Leg uit. Ze blijven stoppen blijven en ze gaan het gewoon uitbrengen. Nou ja, kijk, wat ik heb gezegd is, die drie zaken zitten met elkaar in verweven. Dus jij gaat, die Oost-Indië zegt van, nee hoor, wij zijn niet verantwoordelijk, maar die Oost-Indië zit wel in het lesprogramma. Dat is gek. Comité van aanbeveling zitten alle drie organisaties in. Dus zij bevelen alles aan. Zij geven kennis, zogenaamde kennis, hun kennis, aan het lesprogramma. Alles is al gedrukt. En ze gaan nog voor de show even door met het onderzoek. Nou, zij hebben gewoon geld zitten te stelen uit de gemeenschap. Subsidiegelden. Ze hebben alles al klaar. Je kan eigenlijk in december dat onderzoek ook al vrijgeven. Dat is al gedrukt. En een van de grote winnaars in dit hele verhaal is de uitgeverij Boom. Ja, maar die zit in Terhelder. Ja, en die zit, dat is ook de uitgever van Limpach's boeken De Brandende Kampongs van Generaal Spoor. En weet je wat? Nu gaan ze in één keer weer een nieuwe versie uitbrengen. De Brandende Kampongs. Het is één grote verdienmodel. En wat zou je dan, ja, het is misschien
misschien een beetje eigenlijk een vraag naar een bekende weg. Maar ik vraag je toch, wat zou je dan het liefste willen? Dat die film niet uitkomt of dat dat niet in de schoolboeken komt? Schoolboeken. Ja, ja, dacht ik al. Hè? Schoolboeken. Ja, ja, kijk, die film, daar kunnen ze mogen nog mee wegkomen. Filmvrijheid, bla 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 bla. Nou, ja. dan zou ik kunnen zeggen, oké, dan moet een tekst voor en na de film, of mensen die naar de film gaan, moeten een folder krijgen. Dat kan je misschien nog bewerkstelligen. Of ze moeten de scènes eruit knippen. Oké, dan knippen ze de scènes eruit. Maar het lesprogramma, in de laatste maand van 75 jaar vrijheid, dreigen onze Nederlandse scholen lesprogramma's te krijgen dat Nederlandse militair oorlogsmisdadigers zijn. Kijk, we hadden het over 17 augustus, hè. Maar na 17 augustus is de Bercy-op uitgebroken. En daar zijn schattingen dat er rond de 20.000 burgers zijn vermoord, in vieren gedeeld en ook eerst verkracht. En daar zaten Nederlanders bij, Indischen, Timorese, Ambonese, Chinezen. En 15.000 mensen werden vermist. Hoe kan je dan zeggen, nu, 70 jaar later, ja, we hadden daar niet heen moeten gaan. Daar bleken nog 300.000 Nederlandse staatsburgers te zijn. Dus in Irak breekt de pleuris uit. 20.000 Nederlanders worden vermoord. Daar wonen nog 300.000. En wij gaan niks doen. Dat kan niet. Dus, en de mensen die zeg maar, in de knil die hebben zich een leven gegeven, ja, voor dit alles. En dan worden ze als oorlogsmisdadigers worden ze afgevoerd. Ja, maar de grap, wat die Frank van Vee, ja, ja. Die en al die Oost-Indië en al die klootzakken, die willen het helemaal niet over de Bercy-op hebben. Nee, dan zijn ze onbelangrijk. Ja, ik bedoel, ik heb een oproep op YouTube staan. Ze moeten onderzoeken het jaartal 1945-1950. Oké, dan zeg ik van, oké. Als je dat moet onderzoeken, onderzoek dan ook 25 april 1950. Ja. Nee, dan krijg je, en in één keer hebben ze uitingen. Nee, het onderzoek is van 1945-1949. Ze hebben het geld gekregen van de Nederlandse overheid, hè? Om een breed onderzoek te doen. Breed onderzoek betekent dat je alle partijen moet onderzoeken. Maar dat doen ze niet. Want ze laten hun politieke voorkeur gelden en hun kromme gedachten, hun kronkels. Maar in één keer komt Malouk voor Malouk met de vraag, oké, weer 25 april 1950 ook gaan onderzoeken. Krijg je een mail terug. Ja, nee, we onderzoeken alleen 1945-1949. Nee. Je hebt het geld gekregen, het zijn gewoon subsidievreters. Ze hebben het geld gekregen om het tijdvak 1945-1950 te onderzoeken. En in één keer zeggen ze, nee hoor, het is 1949. Het is een geldverdienmodel. De onderzoekscommissies die waren meer dood dan levend. Want wat viel er nog te onderzoeken? En dan gaan ze een leugen verspreiden, geld vragen en geld opmaken. Want hebben ze wel eens een knielambonees geïnterviewd? Of iemand van de korps speciaal troepen of korps commando troepen? Of korps mariniers? Of de 7e december divisie? Er zijn nog genoeg in die veteranen. Maar het komt eigenlijk allemaal neer dat het allemaal eigen belang is. En dat ze eigenlijk heel veel leed veroorzaken, ook onder de vooral de eerste en tweede generatie Molukse mensen, toch? Nou ja, goed. Ik bedoel, ik durf te zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor mogelijke woedeuitbarstingen. Ik heb nog één vraag, en dat kan ook vanuit de Nederlandse nazaten komen. Ja. Ik heb nog één vraag, Leo, tot slot dan nog. Verwacht jij toch nog ondanks alles positieve ontwikkelingen namens Molukken voor Molukken? In deze hele zaak? Ik ben altijd positief. En, ze zeggen dat ik een activist ben, of weet ik veel wat ze allemaal zeggen. Maar je begint eraan om resultaten te halen. Ik ben altijd positief. Al ziet het er heel somber uit, maar ik ben altijd positief.
Ja, anders heb ik de drive niet en ook niet de energie. En wat ik ook nog even als laatste wil zeggen. Ik word een beetje, ja, een beetje ziek. Ja, ik heb het wel gehad, weet je. Dan kom ik moeilijkers tegen of ze mailen mij. Ja, waarom doet die organisatie niet mee? Waarom zegt die niks? Waarom zegt de hele Molukse samenleving niks? Waarom is het alleen maar Molukko voor Molukko? Ja, ik vraag me dat ook wel eens af. Ja. En ja, goed, ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is gewoon jammer dat Molukko voor Molukko en zijn team met mij als frontman, dat wij de hele tijd de kar moeten trekken. Maar sta je wel open voor als er een Molukse instituut of wat dan ook, organisaties zijn die zich willen melden bij jou en die zeggen, nou, we willen wel met jou samenwerken, of ondersteunen? Nou, volgens mij zit ik al vijf jaar op de barricades. Ik heb nog geen één mail gehad, snap je? Ja. Dus het is dan wel heel vreemd dat ze zich nu gaan melden. En ik wil met iedereen samenwerken. Maar dan moeten ze wel met goede argumenten komen. Kijk, wat het knieldossier betreft, ja. Daar is toch de eindstreep zie ik al komen. Maar ben je er nog? Wat het nieuwsgierig betreft, ja, dat is. Oh, volgens mij gaat even, is eventjes eruit, dus we gaan even muziek draaien. George. Zo, nee, je viel even weg. Ja, nee. Ja, misschien is jouw batterij leeg, maar goed, we kunnen gewoon door. Wacht even, Leo, dan gaan we even nog even een keer over nu, want hoor je hem niet? Nu wel? Hallo, Leo? Ja. Dat gaat even niet goed, we gaan het even over nu doen. Dat heb ik met live uitzendingen. Heet nog Leo? Ja, ik ben er. Nou, we gaan nog even muziek draaien, mensen, dan kom ik zo weer bij terug. Leo? Ja, ben ik weer. Ja, heel dankjewel, maar ik hoor je opeens niet op de... Nee. Hoor je viel opeens op weg. Ja, nou ja, goed, we hebben weer contact, dat is het belangrijkste. In ieder geval, ik sta natuurlijk open eerst voor gesprekken, want ik weet... Wacht even, Leo, want je bent niet op de radio nu, hè? Je bent niet op de radio, wacht even. Ik ga het even proberen nog, hoor. Ja, volgens mij heb je te veel luisteraars. Ja, ik hoor jou wel. Ik weet het niet. Ga jij gewoon praten en dan probeer ik je gewoon in luistering te zetten. Ja, is goed. Probeer even. Dan kom ik en als ik niks hoor, dan hang die stekker even bij jou weer eruit. En dan heb je gewoon aan de telefoon. Wacht even hoor. Ja, vraag maar even wat. Ja. Ja. Nou ja, dat heb je met live uitzending. Kan gebeuren. Sors. Ja. Ja. Ja, ik ben er. Ja, ben ik er? Ja, je bent er nog. Nou, gelukkig. Oké. Het is met je apart, dus. Ja. Ja, je wou nog even wat zeggen, Leo, om dat helemaal af te ronden. Nou ja, goed, ten eerste moet de luisteraar weten dat jij een radiozender hebt, die betaal je uit eigen kosten. Dus steun is altijd welkom en je kan de maximale luisterdichtheid van 500-600 mensen behappen. Dus daarom deze storing. Maar goed, aan de ene kant zijn we ook blij bij deze storing, maar dat betekent dat heel veel mensen meeluisteren. Ja. Maar goed, ik sta open voor een gesprek met welke organisatie dan ook. Want ja, je moet eerst even zien en aanvoelen of je met elkaar een samenwerkingsverband aan kan gaan. Ja. Wat ik wel heb gehoord is dat
Grace Tannemal heeft laten weten dat ze met mij in gesprek wil komen. Nou, goed, ik ben op social media te vinden. Iedereen kan me mailen. En je mag ook mijn mailadres hebben. Dat is salahutu@gmail.com. En als je dat niet kan onthouden, dan ga je naar de kaart van Ambon. En rechts zie je een berg en dat is Salahutu. En daar ligt mijn geboorteplaats, of de naam van onze naam komt daar vandaan, Wai. En dat is de berg Salahutu. En dan doe je @gmail. En dan stuur je mij een bericht. Zo simpel is dat. Staat het op de website trouwens, jouw e-mailadres? Ja. Het staat ook op een website. Ja. En dan stuur je een bericht naar maluku4maluku.com. Dat is allemaal geen probleem. Maar goed, ik ben gewoon bang. Ik ben niet bang hoor. Wij moeten het zelf doen. Ik vind dat maluku4maluku een grassroot movement is. En als je dat gaat googlen, dan is dat zo. Wij zijn gewoon een Molukse volksbeweging. Vanuit de basis. En wij laten ons niet ringeloren, door niemand niet. Maar wij laten onze vaders, grootvaders, oftewel onze eerste generatie, niet de stempel krijgen als oorlogsmisdadiger. Oké, nou dat is denk ik een mooie afsluiting. Ja, dat denk ik ook. Nou, ik dank je hartelijk nog wel voor... Ja. Nou, weet je ook dat jij ook tijd hebt genomen voor ons in het interview? Nou, ik ben blij dat we de tijd hebben genomen. Dat we gewoon rustig kunnen praten. Want als je met een tweede spreker komt, ja, dan moeten we wel haast maken. En ik hoop dat de luisteraars een iets helderder beeld hebben gekregen over de grote valkuil die de Oost heet, of de wereld van de Oost, of het meerjarenonderzoek onder leiding van Frank van Vree van NIOT. En ik wil nog even namens Radio CBS even nog onze excuses aanbieden voor even het technische ongemak net en ook daarvoor. Maar goed, gaan we bij de volgende keer, dan hebben we natuurlijk weer veel nieuws en vertellen jullie dan sowieso te vertellen. Waar Formuleke dan weer mee bezig is en wat voor resultaten jullie hebben behaald. Ik kan toezeggen dat voor 12 uur vanavond het interview op YouTube staat. Dus abonneer je op ons kanaal, het is gratis. En dan krijg je als eerste de melding dat wij filmpjes publiceren. Sjors, bedankt. Heel erg bedankt voor de tijd. En jij mag nog even één plaatje aankondigen en dan sluiten we dit interview af. Volgens mij is dat Masada en Swara Maluk. Voor Swara. Nou, ik ben het even kwijt, maar het is een live versie van Sio Air Matatumpa. Ik denk dat het wel een mooie afsluiter is. En voor wie is die bestemd? Is dat gewoon voor iedereen? Met name voor de eerste generatie, want zij liggen onder vuur. En daar draagt die aan op. En even nog een klein nieuwsfeitje, die wil ik ook even bij jou kwijt. 22 oktober in Emmen ben ik genomineerd door een vakjury. En ik ben dan blij met de nominatie om de Veteranenprijs 2020... mogelijk te ontvangen. Mogelijk. Ga ik die krijgen, draag ik die op aan onze eerste generatie en al hun wapenbroeders. En aan jou, zeg je aan wie een? En alle wapenbroeders van onze eerste generatie. Geweldig. Dus dan in ieder geval alvast gefeliciteerd. Nou, dat weet ik niet. Applaus? Nee. Nou ja, nominatie vind ik al eervol. Oh, die applaus, die heb je voor jou. Ja, oké. Heel goed. Hey, bedankt. Dankjewel nogmaals. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En een fijne dag nog. Oké, hetzelfde. Bye-bye. Thank you.
God never lets us down.